De Graafschap neemt het vrijdagavond op tegen FC Eindhoven, de voormalige club van middenvelder Branko van den Bomen. Trainer Mike Snoeijer is op zijn hoede voor de ploeg, die het vorige week eredivisionist FC Utrecht erg lastig maakte in de beker. Ik denk dat Utrecht ook niet echt van plan was om daar nou een hele lange avond van te maken. En als je dan ziet dat ze zelfs met strafschoppen nog heel laat naar huis gaan, hebben ze deze eredivisieclub enorm moeilijk gemaakt. Dus voor ons een waarschuwing om deze ploeg heel serieus te nemen. Doen we altijd, maar misschien nu nog ietsje extra. Ja, wat natuurlijk wel een speciaal potje om terug te zijn waar ik veel jaren heb gespeeld. 3 in totaal, dus het is een mooie club om een goede doorstart te maken. En ik ben blij dat ik via hun ook mij heb door kunnen ontwikkelen. Dus ik ben hun dankbaar en morgen terug. Dan ben je ook de aangewezen persoon natuurlijk om te zeggen waar de zwakheden liggen van Eindhoven. Waar kunnen jullie ze op gaan pakken? Ja, het is moeilijk om over je oude team te zeggen daar ligt. Maar ik denk dat ze hebben voor hen wel jongens die het verschil kunnen maken. Alleen ze krijgen ook best veel tegengoals. Dus daar ligt hun zwakte op dit moment, denk ik. En zaak voor ons om er meer aan toe te voegen. Hoe ga je ervoor zorgen dat je met 3 punten weggaat, hè? Ja, hoe ga je ervoor zorgen? Door ons spel te spelen waarin we steeds meer vastigheid krijgen. We zijn gewoon heel moeilijk te verslaan. Het kan allemaal nog veel en veel beter. We willen graag meer goals maken. We zijn op de goede weg. Morgen worden jullie niet gesteund door de supporters, een boycott. Wat voor invloed gaat dat hebben? Ja, dat is in principe ons 12e man. Kijk, het is jammer dat ze niet meegaan. Ik heb allemaal oplopen scheppen bij Eindhoven ook van die supporters van ons zijn niet normaal. Maar ja, nu komen ze niet helaas. Alleen ik begrijp hun standpunt. En wat ik net al zei, het is onze 12e man. Het is jammer dat ze er niet zijn, maar nu moeten we het zelf oplossen.